Een gemaskerde man met mes heeft dinsdagmiddag een poging tot overval gedaan bij het tankstation aan de Volkelseweg in Uden. De dame achter de kassa gaf geen geld en gooide hete thee naar de overvaller. Een voorbijganger wilde de overvaller tegenhouden en werd vervolgens neergestoken. Hij is met nog onbekende verwondingen met de ambulance afgevoerd. De overvaller vluchtte tussen de bomen door het sportpark in. De politie was al snel in grote getale aanwezig en zette zowel plaatsdelict als een deel van het sportpark af. Er werd direct een grootschalige zoektocht gestart. Dezelfde middag nog werd een verdachte opgepakt die voor een groot deel aan het signalement voldoet. Het tankstation aan de Volkersweg is eind november 2010 ook al een keer overvallen. De dader werd toen enkele dagen later aangehouden.